Maatschappijleer 2. Thema multiculturele samenleving. Hoofdstuk 2. Naar een ander land. Je land verlaten. Er zijn eigenlijk 4 bekende redenen waarom mensen hun land verlaten. De eerste reden is werk. Ze komen uit een van de oude koloniën. Vanwege oorlog of vanwege gezinshereniging. Uit welke landen komen mensen naar Nederland en waarom? Nederland had vroeger een flink aantal koloniën. De Nederlandse Antillen, Suriname en Indonesië waren koloniën van Nederland. De gebieden die waren veroverd voor de handel. Deze mensen kregen een Nederlands paspoort omdat ze onderdeel waren van Nederland. Zij kunnen dus zo naar Nederland komen. Er zijn ook een heleboel mensen die weg zijn gegaan uit eigen land omdat daar geen werk was of is. Zij kwamen naar Nederland toe als gastarbeiders. Dat gebeurde vanaf de jaren 50. Er is ook een groep die loopt gevaar in hun eigen land. Vanwege hun mening, deze politieke vluchtelingen noemen we ook wel asielzoekers. En dan is er nog een groep die mee is gekomen met de eerste generatie gastarbeiders. Mensen die hier hun gezin naartoe haalden, dat noemen we gezinshereniging. Of als je trouwt met iemand uit het buitenland, dat noemen we gezinsvorming. Het toelatingsbeleid in Nederland is echter een stuk strenger dan veel mensen denken. Als je vanuit een land binnen de Europese Unie komt, daar geldt vrij verkeer van personen, goederen, diensten enzovoort. Deze mensen kunnen dan ook zonder problemen naar Nederland reizen. Kom je echter van buiten de EU, dan zijn er nogal wat vraagtekens. Mensen van buiten de EU moeten aan strenge regels voldoen. Als ze hier komen voor werk, dan is alleen een beroep waar vraag naar is voldoende om hier te mogen komen werken. Als je hier komt uit gezinshereniging, dan moet degene naar wie je toe gaat minstens 21 jaar oud zijn en hij moet voldoende geld verdienen om de persoon die hier naartoe komt te onderhouden. Als je een asielzoeker bent, dan mag je hier alleen blijven als je in je eigen land in levensgevaar bent. En als je hier wel mag blijven, dan moet je een inburgeringsexamen doen, waarin jij moet aantonen dat jij je aanpast aan de Nederlandse maatschappij.